mijn moeder heeft het allemaal over een Zora, maar wat is Zora dan toch? En toen was ze gewoon niet op het woord robot gekomen. Had ze gewoon gezegd, ja, Zora is gewoon onze Zora. Ik was eigenlijk al heel enthousiast, want ja, het is toch iets vernieuwend. En om de dagverzorging zit nou nog veel mensen met een breiwerkje of iets anders. Maar dan zeg ik, ja, over 10 jaar maken ze mij ook niet blij met een breiwerk. Moet dus ook met iets anders komen. De vraag was van, wij zoeken een ambassadeur voor Zora. En ik denk, nou, dat lijkt me ontzettend leuk om met Zora te gaan werken. Ik denk dat is de toekomst en misschien is het iets van toegevoegde waarde voor onze bewoners. Een glimlach op het gezicht, dat was eigenlijk de insteek. En dat is ook voor een heel groot deel gelukt. Mag ik een stok hebben, alstublieft? Het is niet zomaar, je pakt dat ding en je werkt ermee. Zo werkt het niet. Je moet echt wel bepaalde dingen weten en je moet het ook ermee leren werken. Welkom bij de stokoefeningen. Omhoog 2. Sommige mensen hebben ook meegedaan bijvoorbeeld hier met die gymoefeningen. Maar er waren ook wat mensen die afstandelijk zijn. Ja, maar die dan ook, als je het even uitlegt, dan zeggen ze, oh maar... Ja, dan is mijn oordeel te vlug geweest. Onze mensen werden vaak blij als ze Zora zagen. Dan kwam er al een glimlach van, oh, we gaan weer zingen. We gaan weer dansen. Maar het verliep ook niet altijd helemaal heel goed. Al onze bewoners in de kring gezet. En toen bleek Zora het niet te doen. Mijn doelgroep, onze ouderen, hadden dat niet zo in de gaten. Die begonnen een beetje weg te dutten en die vielen in slaap. En toen Zora het uiteindelijk weer ging doen, toen was het weer van, hé, er gebeurt hier iets. Dus ja, toen deden ze weer vrolijk mee. Ja, ik vind het gewoon zelf ook heel mooi als je dan bezig bent om dan die uitdrukking op die gezichten te zien. Want dan kijk ik niet naar Zora, maar dan kijk ik naar mijn cliënten. Ja, dat is gewoon bijzonder. Ik had gedacht dat ze nog meer zou reageren van als je iets vraagt, dat ze het dan zou doen. Het is echt nog een robot. Welkom bij het spel. Raak de juiste sensor aan. Raak mijn hoofd aan. Goed gedaan. Zet je een cd'tje op, dan bereik je dit niet. Hè? Nee. Want er wordt ook heel dikwijls tegen ons gezegd, je kan ook een cd'tje opzetten. Als ik met Zora bezig ben, ben ik echt met Zora bezig. Die moet ik gaan halen, die moet ik installeren, die moet ik terugbrengen. Dan maak ik een kleine rapportage van, dus het was ook soms wel eens belastend. Maar als ik dan met Zora bezig was en alle mensen waren weer blij en aan het zingen en ze hadden geklapt en we hadden gedanst, dan was het al die moeite weer waard geweest. Dus dan kwam het allemaal weer goed. Maar toch, Zora heeft iets, die bewegingen van de handen, die kleuren van de ogen. Uitdrukkingen. Die uitdrukkingen. Het pakt toch de mensen en dat doet een cd'tje niet. Ja, wij zijn zo enthousiast omdat onze groep waar we ermee werken, die zijn ook enthousiast. Ik vind hem heel mooi. Bye bye, tot binnenkort. Tot binnenkort, kom gauw terug. Nou, kijk. Nou, robot, dat blijft, maar het is voor ons Zora. Je kan mij oppakken en doorgeven.